Elkeliek, het gebouw achter ons. In strikt functionele zin was het doel huisvesting bieden aan een bijzondere differentiatie van functies. Ik noem op een toneel- en theaterzaal met 200 stoelen, een bibliotheek, ruimtes voor een muziekschool, ateliers voor creatieve geesten, een ruim aantal appartementen en dat alles gestapeld op een openbare parkeergarage. Opgeteld een groot bouwvolume. Een bouwvolume dat moest worden ingepast in de contouren van een beschermd dorpsgezicht. Overdag bieden de grote panoramaramen uitzicht op de aanliggende monumenten en de daken van het dorpssilhouet. En last but not least, de Kempische torenspits van Hilvarenbeek, de Bigse Toren. In de avonduren ligt het glas van de foyer op en tonen zich de functies van het gebouw aan de buitenwereld. Kinderen met hun boeken of muziekinstrumenten en bezoekers van een theatervoorstelling. Blije mensen dus, met een glas wijn in de hand na afloop van een receptie of theatervoorstelling. Feitelijk een glazen kijkdoos met twee gezichten. Overdag een uitzicht op het beschermd dorpsgezicht. Avonds een inkijk in het culturele leven van dit nieuwe multifunctionele centrum. Ons bureau heeft, en zeker als we mogen bouwen op locaties als deze, een grote voorkeur voor mega grote glasoppervlakten. Samen met de medewerkers van Rijnaars zoeken we dan ook vaak de grenzen op van wat aluminium verantwoord kan dragen. Welk gewicht en tot welke maximale mate is het bestand tegen winddruk, weer en wind? En ons bureau hecht aan de combinatie van kwaliteiten. Duurzaam en stijlvol, enorme keuzes aan profielseries van breed naar smal, voldoende keuze om ontwerpers tevreden te houden.